Volg al onze wedstrijden en het laatste nieuws via Roda Raalte TV. Van de eerste tot de allerlaatste minuut. Met spanning en ontlading. Roda Raalte TV wordt mede mogelijk gemaakt door Azerti Computers en Elektronica. Afgelopen zondag 5-1 gevonden van BWO. Dat moet wel een heel lekker gevoel zijn. Ja, zeker. Ik zou bijna zeggen, eindelijk weer een keer. Nou ja, goed, 5-1, dat is natuurlijk niet iets wat elke week per se moet. Alhoewel het natuurlijk wel prima is. Maar ja, het was goed dat we uiteindelijk de wedstrijd naar ons toe trokken. Ik denk dat we best een goede wedstrijd speelden. Alleen BWO die dit eerste 20 minuten ook prima. Nou ja, goed, en dan gaat het erom van wie gaat uiteindelijk het verschil maken. En ik ben blij dat, dat wij dat weer waren. Ja, het viel me op vooral in de eerste helft een beetje, maar in de tweede helft wat meer dat jullie heel makkelijk voetbalden. Heb ik de afgelopen wedstrijden misschien wat minder gezien? Kan dat kloppen? Nou, dat weet ik niet. Ik moet zeggen dat ik over het voetbal eigenlijk over het algemeen wel tevreden ben. Ik moet zeggen, tegen de Zweef was niet goed. Hè? En ik moet zeggen, die omstandigheden waren ook best heel lastig. Maar over het algemeen zit daar niet verschil in. Alleen, nu was het allemaal net iets scherper, iets gretiger, waardoor je wat sneller in de goede positie bent. En waarin je nu net wel een bepaalde ballen binnen kunt tikken. En ik denk dat dat een grote winst was. En heeft het misschien ook te maken met jongens die eigenlijk normaal niet spelen of normaal niet op een bepaalde positie spelen, die nu wel de kans kregen. Kan dat misschien nog meespelen dat die jongens extra gemotiveerd, extra gebrand om dan zich toch te laten zien? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de jongens die normaal de laatste tijd wat minder speelden, het erg goed gedaan hebben. Dat sowieso. Alleen, ik denk bij met name die eerste goals, dat ook wel daar weg kwam wat normaal ook wel speelt. Alleen, het was nu allemaal wat ik zei. Het was net iets gretiger, iets sneller in de goede positie. En dat maakt uiteindelijk dan het verschil. En met een voorsprong voetbalt altijd makkelijker. Maar goed, wat ik net al zei, qua voetbal is vaak het probleem niet. Alleen het scoren was de laatste tijd het probleem. Nou, gelukkig ging dat deze keer wel goed. Aankomende zondag spelen we tegen Winterswijk uit. Vorige keer was 7-1. Kan het nou weer zo'n doelpuntenfestijn worden? Nee, dat zit er niet in, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, na de winterstop hebben zij met name een hele goede reeks neergezet. Net de afgelopen 2 weken stokt het een beetje. Maar die zullen daar aan alle kanten op gebrand zijn om het thuis tegen ons beter te doen dan hier in Raalte. En ik denk ook dat de ploeg inmiddels veel verder is. En het gaat zeker geen makkelijke wedstrijd worden. Maar een overwinning moet erin zitten. Ja, goed, dat heb ik al vaker gezegd. Als wij goed spelen en wij doen wat we kunnen, dan kunnen we van elke ploeg winnen. En dan kunnen we ook van Winterswijk winnen. Alleen, je hebt ook gezien dat we ook dat we tegen de onderste ook niet per definitie winnen. Winterswijk is wel iets beter dan de onderste. En wat ik al zei, die zijn een hele goede reeks bezig. En daar gaan we de handen vol aan krijgen. Wie missen er nog voor aankomende zondag? Ja, we missen niet zoveel. Het is Lars van Schoten, ziet er wel naar uit dat hij dat niet gaat halen. Maar voor de rest hebben we alles aan boord. En met het warme weer, hebben jullie dan nog anders getraind? Ga je nog anders trainen? Nee. Nee, we gaan niet anders trainen. Ik bedoel, dat hoort erbij, hè? En daar heeft iedereen last van. En hoe beter je speelt, hoe minder last je ervan hebt. En tot slot, de doelstelling. Is de doelstelling nog steeds plek nummer 1? Ja, ook dat heb ik al een aantal keer gezegd. De doelstelling is om te proberen elke week te winnen. En hoe dichter je naar het einde komt, hoe meer je dan kunt gaan kijken van waar gaat het in resulteren. Voorlopig staan we er wel even een stukje achter. Dus past ons ook wel om daar wat bescheiden in te zijn op dit moment. Maar goed, we gaan er nog steeds voor om gewoon elke week elke wedstrijd te winnen. En dan zien we straks wel of een paar weken hoe ver we daarmee komen. Als we alles winnen, dan zijn we goed op weg, denk ik. Nou ja, goed. Dat helpt in ieder geval. Nou, succes zondag. Oké, dankjewel. Roda Raalte TV wordt mede mogelijk gemaakt door Azerti Computers en Elektronica.